Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Point of View. Onze eerste aflevering van Point of View. Wat houdt Point of View nou in? Point of View is een entertainment platform dat bedoeld is om andere mensen te gunnen, om hoog te pushen en elkaar samen te gunnen. Zowel op vlak van ondernemerschap, social media, comedy, acteur, film, maakt niet uit van welke kant jij komt. Wij zijn hier om met jou een gesprek te starten. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, dames en heren, ik heb heel veel last van mijn arm. Ik wou echt dat mijn droom zou uitkomen, dat hier ambulanciers op dat moment zouden zijn, zo poef, ineens. Maar ik denk niet dat dat gaat worden, dus ik denk ook niet dat de podcast... Heb je gehoord dat je schouder een beetje bent? Wie zei je? Hoe schouder is deze, vriend? Deze? Deze schouder? Hoe heb je al pijn? Ik heb sinds gisteravond dat ik een beweging heb gedaan, dat is ook mensen. Ik ga tellen. Ik ben eigenlijk wel, dat heeft gewoon niet bezin. Hang erom. Mijn arm. Heb je gedaan? Ja, ambulanciersleven, hè. Yo. Dat is een grapje, dames en heren. We zijn hier met niemand minder dan Ayoub en Samir van Paramedic Queens. Mijn arm doet helemaal geen pijn. Dit was gewoon een mooie comedy show. En ik denk dat het perfect best bij jullie. Inderdaad. Wat met jullie? Hoe? Alhamdulillah. Vertel eens meer over jullie zelf. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? En waarom hebben jullie die Fluovesten aan zich is? Ik ben Ayoub. Ik ben Samir. En samen zijn wij dan? Paramedic Twins. Wat doen wij in ons leven? We zijn ambulanciers, zoals je kunt zien. Hij als vrijwilliger en ik als vaste. Nice. En wat houdt dat zo in, ambulancier zijn? Ja, mensenlevens redden, hè? Of niet? Klopt. Dat hoort erbij, denk ik. Hè? Inderdaad. Zo. Maar wij maken daar een leuk kantje van. Wij doen er... Als je job? Ik zie dat als een hobby. Echt? Ja, ik zie dat als een hobby. Dat zeggen niet veel mensen. Ja, ik zie dat echt als een hobby. Als ik opsta, dan... Dan is dat niet in mijn gedachte van, ik moet gaan werken. Zo met plezier dan. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Met alle plezier. Oké. En ja, ik neem aan dat jullie veel jongeren hebben en mensen die naar jullie kijken. Als jullie op straat zijn, wanneer jullie bezig zijn. Als twee jonge gasten, worden jullie niet vaak zo'n beetje een soort van onderschat of zo? Ja, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Maar we brengen er een leuke sfeer in. We zitten op TikTok en... We maken ook video's, gewoon puur als we bijvoorbeeld in de ambulance zitten, we hebben niks te doen, dan maken we er TikToks van en zo. Dus dan zien die wel dat wij ons job serieus nemen als we aan het werken zijn en TikTok gescheiden houden. Oké, dat is wel nice, En wat voor soort video's maken jullie dan zo'n beetje? Gewoon, ja, we zijn ermee begonnen. We hadden een paar foto's van elkaar genomen, of niet? Ja, klopt. En hoe zijn we ermee begonnen? Ja, in het begin was dat gewoon zo'n foto's plekken en dan muziekje eronder. Tegenwoordig proberen wij zo een beetje de trend te volgen. Zo. Zien wat dat hot is en dan proberen we dat gewoon een beetje na te botsen. Maar ja, zo in onze manier. Ja, in de leukere manier. Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Met TikTok? 2 jaar ongeveer, denk ik. Ja. Oké. 2 jaar. En zijn jullie sterk gegroeid? Hebben jullie cijfers kunnen halen? Of? Ja, de laatste tijd hebben we echt... Alles is van de Lidl. Ik weet niet wie dat lekker vindt. Dankjewel. Dat is kwestie, hè. Ja, tuurlijk. Ja... Onze cijfers is de laatste tijd, onze cijfers is de laatste tijd gegroeid. Ik heb dat opgemerkt, want ik ben eerst begonnen met TikTok, zonder Samir. Hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen? Is dat zo? Vertel het eens. Hè? Dit vertellen? Ja. Dus hiervoor was, voordat hij ambulanceer was, hij was ook gewoon vrijwilliger ambulanceer. Dichter bij je microfoon. Ah, sorry. Dus hij was eigenlijk... Je moet ook naar u trekken als je wilt, hè? Ja, Dus je luid op doen. Dat is niet die microfoon van Aldi of zo. Ja, kwaliteit, prioriteit. Kwaliteit, prioriteit. Papa, alles kan kapot. Alles kan kapot. Waarom? Mooi, maar... Ayoub was hiervoor een mechaniker. In een garage. En ik deed toen stage op de hogeschool. En ik kwam toevallig... Ik kende hem niet, hè. Ik kende hem niet, een kale gast rondlopen in de garage. Dus heel serieus, hij doet zijn ding. Ik zei, oké, zo, mooi, maar bij we kijken. Als goed, ja. Mooi. Ik doe mijn ding, we doen stage. En dus je komt elkaar elke dag tegen. Ik moest daar, denk ik, 4 weken stage doen. En die werkte daar vast. Mooi, we komen elkaar tegen, we leren elkaar beter kennen en zo. We zijn twee jonge gasten, we waren de jongste gasten van de garage, volgens mij. Pak die foto's aan, je bent cool, man. Mooi, we waren de twee jongsten van de garage. Dat is wel diep, het is nu al opgemaakt. We waren de twee jongsten van de garage, we lachen en zo.
En hij zei tegen mij... Nee, ik had een video van hem gezien op sociale media. Een ambulancepak. Ik zeg, wat is dat, man? Dat is wel graaf, zo'n concept. Maar dat was secundair. Hij deed dat vrijwillig. En dat was ook tijdens de corona-periode, hè. Dat was tijdens de corona... Hij verloor met mijn verhaal, vertel hem. Allah, sorry. Professioneel. Grap. En ik vond dat wel graaf. Ik zei, dat is wel het goede wil en zo. Ik wil dat ook graag doen. Ja, ja. Hij zei van ja, solliciteer, doe BO-opleiding en zo. Dat heb ik dan ook gedaan. Uiteindelijk, dat was zomer 2020. Toen had ik gezegd, kom maar veel shiften samen. We mochten niet op reis. Nee, dus we hadden niets te doen. Dus we dachten, kom maar vrijwillig mensen helpen. Hè. En toen met corona, er veel mensen zonder. Zomaar gewoon. Ja, niet per se zomaar, want ja. Ik had ooit eens een hadith gelezen. Red één mensenleven en je redt heel de community. En je redt heel de wereld. Dood één mensenleven en je doodt heel de community. Snap je? Red één mensenleven en je redt heel de mensheid. Ja, ja, voilà. Met dat ben ik een beetje begonnen eigenlijk. Puur als vrijwilliger. Ik heb dat ook voor hem verteld waarom dat ik ben begonnen. En die vond dat een heel mooi onderwerp. Hoe dat ik ben begonnen. Uiteindelijk, ja, nu zijn we al ondertussen kennen we elkaar 4 jaar, 3 jaar. Ja, we kennen elkaar wel even. En ja, het is geen collega meer, het is mijn broeder van een andere moeder. En dan is dat zo stil samen begonnen. Microfoon een beetje naar beneden. Die microfoon staat in de bek. Hij praat geen microfoon. Ik zie dit. Ik zie dit. Ja, man. En dan... Nee, maar... Ja, zo is dat gegroeid eigenlijk. Oké. En jullie... Allee, ik neem aan dat jullie op sociale media de aandacht wil krijgen en toch wel vaak jongeren hebben, of ouderen, ik weet niet juist, maar jongeren en ouderen hebben die... Worden jullie herkend op straat of is dat wat minder? Of? Op het begin was dat wat minder. En dan dacht ik van, ja, TikTok het is niet zo viraal aan het gaan en zo. Maar onze eerste trend, dat was... People, are you down? Let's get down. Zo in de tankstation dinges en zo. En we dachten van, we gaan iets anders doen. We gaan dat in de car wash doen. En zo zijn we eigenlijk die trend gestart. Want nu doen heel veel mensen dat in de car wash en zo. Ja. Want wij hebben een beetje die trend gestart ook, denk ik. Want ik zag dat nergens voorbij kwam in de carwash. Dus we waren onze ziekenwagen aan het wassen en we dachten, we gaan er snel een video van maken. Dus we wassen, we maken een video. We hebben die video 1 keer opgenomen, we hebben dat geplaatst. We zijn gaan slapen, we hadden de nacht, een dag erna, hoeveel hadden we? 10.000 kijkers, denk ik? Nee, meer. Meer? Bijna 100 zelfs, maar dat was echt veel. We waren echt verschoten, dat was echt heel snel gegaan. En elke 10 minuten of zo zagen we 99 plus op TikTok, dat was echt viraal aan het gaan. Dus... En na die trend ging wat is er gebeurd tijdens die opname van die video? Want, we waren in dienst. Ja, dus we waren in dienst en we waren aan het wassen en we kregen een oproep. En wat was de oproep? Dat was een zwangere dame, denk ik. Dacht. Volgens mij een zwangere dame. Ja, dus we konden onze auto niet verder afmaken. En met zeep zijn we naar die patiënt gegaan. Ja. Met zeep. Ja, we konden daarna gezien stonden die druppels aan die zeep van die car was aan het druppelen op die grond. Oké, en ik weet niet of jullie daar verder op mogen ingaan, maar... Hebben jullie iets, wat was er met die vrouw dan? Ja, dat was een dame die haar weeën kreeg om de kwartier. Dus, dat was gewoon voorzorgsmaatregel? Ja, inderdaad. Ja. Om toch naar het ziekenhuis te gaan, want dat was ook een beetje een vollere dame die moeilijk kon stappen en zo. Dus we moesten die wel helpen om naar het ziekenhuis te gaan. En uiteindelijk, alles is goed verlopen. Wij kregen onlangs een uitnodiging om daar eens te gaan eten met dat kindje erbij, die wij zelf, de moeder die wij zelf hebben verzorgd en zo. Dus de appreciatie is er wel. Ja. En hebben jullie dat vaker? Dat mensen jullie appreciëren en later dan nog eens dat begint, want wij zelf, wij zijn er niet wit uit, snapte. En we wonen ook in een ghetto-wijk. Borgerhout, Hoboken, Kiel. Oeh. En dat wordt heel slecht in het nieuws gebracht en zo. En wij proberen er een goede... Nee, inderdaad. Nee, tuurlijk, sowieso. En wij proberen het goede beeld te laten zien van jongeren die wel willen werken en kunnen werken. Dus... Oké. Okay. En jullie worden dan vaak als voorbeeld genomen van hoe dat het moet? Ja, inderdaad. Modelleerlingen, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Want er zijn ook al scholen, wij zitten al in de boeken van Spectrum School, Hoboken, welke school Don Bosco. Is dat? Don Bosco, die kent ons als voorbeeld, zeg maar. Van... Dus een voorbeeldfunctie. Alles kun je gebruiken, inderdaad. Dus een voorbeeldfunctie hebben wij wel eigenlijk een beetje. Ja. Oké, en voelen jullie dan een beetje zo influencer, of niet? Nee, wij voelen...
dit is wie wij zijn. Ja, we doen gewoon ons ding. Ik ben wie ik ben, ik blijf wie ik ben, ik ben dement, rendement, ik eet graag een snoepje. Nee, maar ik bedoel, influencer als in, jij weet dat er jongeren naar je aan het opkijken zijn. Jij weet dat er mensen zijn die op sociale media die jullie volgen, die echt naar jullie video's kijken en daar echt achter vragen en zo. Daar wordt ook heel vaak achter gevraagd, ik heb dat zelf ook gezien. Voelt jij dan niet een beetje de drang om niet van het padje te gaan? Ook een deel voor het feit dat er heel veel mensen naar u kijken? Of hoe dat je dingen soms uitbrengt, puur omdat mensen naar u aan het kijken zijn? Dat is een lastige. Wij plaatsen onze video's niet per se voor onze opvolgers, alleen voor onze fans, zo gezegd. We plaatsen puur onze video's omdat wij het willen, omdat wij het kunnen, omdat wij er zin in hebben. Snap je? Maar we proberen ook een beetje de volgers een beetje te entertainen ja. Door op een leukere manier educatieve video's te maken. Bijvoorbeeld, we hebben onlangs een reanimatievideo gemaakt, hoe dat je moet reanimeren en ja, zo, op onze manier. Op zo, met een fake lichaam, toch? Ja, klopt, met op zo'n pop. En dat is al 200 keer opgeslagen of zo, dus dat betekent, dat is echt al genoeg, snap je? En als er bijvoorbeeld op school... Bijvoorbeeld, allee, dat is ook... Als je zo, allee, toen ik die video zag, ik heb ook HBO gevolgd op school, dus ik ken de cursus wel, maar ik bedoel, als ik dat bijvoorbeeld niet zou, allee, ik heb dat ook opgeslagen, die video, maar als ik die video bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld niet wist hoe ik in een bepaalde situatie zou moeten omgaan om te reanimeren, dan zou ik zo'n video echt misschien uit een heel rare... Echt uit een heel rare moment in mijn hoofd, momentopname, zou ik mijn gezin pakken, terwijl ik iemand moet reanimeren en gewoon echt letterlijk naar TikTok gaan, mijn opgeslagen video's bekijken en die van jullie doen. De meesten gaan denken dat ik zot ben, maar op het moment dat die zien dat ik dan een video ben aan het kijken hoe ik iemand wil reanimeren, denk ik dat dat wel mensenlevens kan redden. Tuurlijk. Ja. Ik denk dat zoiets, als we dat jullie doen, dan eigenlijk echt wel... En ik vind dat echt wel nice. Ik vind dat echt graaf. Ik heb dat ook al 1000 keer tegen jullie gezegd, van jullie zijn echt heel goed bezig. En ik wou jou ook de vorige podcast waar ik mee bezig was. Maar nee, ik vind dat echt chapeau. Ik ben echt sowieso heel trots op jullie, op wat jullie doen. Dankjewel. En hoe jullie dat doen, hoe jullie dat aanpakken. En het mooiste van alles is, jullie laten jullie niet doen door van waar jullie komen. Want ik heb wel, en dat gaan jullie waarschijnlijk ook wel gemerkt hebben, gezien dat er is heel veel liefde van heel veel mensen. Maar er is altijd nog zo'n beetje die donkere kant van je buurt die zo je niet goed wil zien of zo. Of ja, je ziet dat niet altijd of je hoort dat nooit rechtstreeks. Dat is altijd onrechtstreeks. Maar toch zo van ja, wat zit je eigenlijk aan het doen? Terwijl ik eigenlijk zoiets heb van, je bent keigoed bezig. Jij bent het juiste voorbeeld van hoe dat het moet. Snap je, door u komt Bart de Wever niet aankomen bij mij thuis. Wat ik doe? Zo'n ding is. Daarom denk ik van mijn eigen van, oké, dit is wel echt hoe dat het moet. En worden jullie daar zo nooit over aangesproken? Of hebben jullie nog nooit zo onrechtstreeks opmerkingen of commentaar gehad of zo? Van wat doen jullie? Jawel, het ding is gewoon zo, maar dat zijn vaak de mensen die ons niet kennen. Die kennen ons alleen van TikTok, snap je? De mensen die ons kennen hebben ons wel eens gezien op een interventie. Want ik en hij, wat wij eigenlijk doen is ook heel, heel raar volgens onze collega's. Wij rijden voor onze eigen buurten. Wij rijden voor Hoboken, voor Borgerhout, voor Sint-Vincentius. Jij rijdt in je eigen buurt. Al onze collega's in Hoboken en zo zijn allemaal van Limburg. Van de gekste kant, snap je? En wij proberen echt zo te laten zien van, wij doen dit echt en wij doen dit echt uit liefde. Wij willen echt klaarstaan voor onze buurt. Jullie staan ook echt hier in de... In onze eigen buurt, ja. Want de meeste ambulanciers die komen echt van... Ja. Allee, 80% komen echt van andere kanten. Waarom? Die beschrikken om hun eigen familie tegen te komen of hun eigen vrienden. Of kennissen. Maar wij hebben juist... Wij willen onze eigen mensen helpen. Wij willen onze eigen vrienden, familie helpen. Dat zo'n vertrouwen eigenlijk. Ja, dat geeft ons, jullie. Dat geeft ons een extra kick, snap je? En ook zeker in Borgerhout, Kiel, Hoboken, er zijn veel Marokkanen, Turken en zo. En ik denk dat dat veel makkelijker is als je iemand tegenkomt die al ineens je taal spreekt. Mm. Of zo. Dat geeft u meer een rustgevend gevoel. Ja. Ik ken er een goede casus van. Er was ooit, wij kregen een oproep van een man. Die heel agressief was, die is van de raam gesprongen, die is in een tuin beland, die was helemaal geïntoxiceerd. Intoxicatie betekent iets van drugs of alcohol te veel in je lichaam hebben. En die was heel agressief, politie was al onderweg, ziekenwagen was onderweg, de mug was onderweg, om die plat te spuiten, dat hij rustig gaat blijven. Ik kom daaraan, ik kijk naar hem
En die kijkt naar mij. En die zegt tegen mij in het Arabisch, ben je Marokkaan? Ik begin ineens Arabisch tegen hem te klappen en opeens was hij... Rustig. Mm. En de politie kijkt naar mij en zegt, hoe heb jij dat gedaan? Ik zeg, ja... Dat is mijn huiskleur die dat doet. En dat is mijn... Die man is direct meegekomen naar de ziekenwagen zonder de mug. De dokter die kwam kijken, die zegt, wat moet ik hier nu doen? En die is gewoon terug vertrokken naar het ziekenhuis. En wij hebben die man op een rustige manier mee kunnen nemen naar het ziekenhuis. Dus dat doet wel iets om je eigen soort een beetje te helpen. Omdat je ook de taalbarrière kent. No. En de vertrouwensband is ook anders, denk ik. Ja. Je hebt dat ook opgemerkt, hoor. Ja, ja, heel vaak, sowieso. En als er drie dingen, aangezien dat jullie nu al 2 jaar bezig zijn, de 3 ergste dingen die jullie ooit hebben meegemaakt? 3 ergste? Mijn stage nog, ik deed nog stage. Dat ik gelijk op de eerste week... Nee man, de eerste dag al een reanimatie. En voor iemand, je hebt dat gezien... Een echte reanimatie. Maar dan ben je met als derde pop. Man. Echt? Ah, okay, nee, echt. En dan ben je derde man, zeg maar, in het stage. Jij kijkt eigenlijk mee je eerste weken. Ik denk dat wij nog onze examens niet hadden gedaan, niks. En je ziet dat in het boekje, je doet dat op een pop. Maar ja, een pop is anders dan een mens. Je denkt, ah, nu is het echt, snap je? Als ik nu verkeerd pomp, of ik pomp niet diep genoeg, of ik relaxeer niet diep genoeg, losser, of ik beademing met de ballon doe ik niet goed, dan... Snap je? Voor die pop gaat hij zeggen, ja, je bent gefaald. Dan zegt hij, oké, geen probleem, doe dat terug opnieuw. Ja, maar dat is een mens, snap je? En het ding is, daar, die zeggen niet van, dat is een stagiair, laat die maar gewoon. Als die zien dat je dat niet tegen kunt, of je krijgt een blackout, gaan die zeggen van, ga maar even aan de kant, of probeer iets te doen. Maak een aspiratietoestel klaar, of een zuurstof, maak niet uit, probeer iets. Ja, maar dan stik je toch wel een beetje in je eigen vingers, niet? Wat bedoel je? Als jij zegt van... Maar uiteindelijk moet je dat doen, hè? Ik heb liever, als ik bijvoorbeeld met een stagiair ben, ik heb liever dat die stagiair zegt tegen mij, ik kan dat niet. Ja, dan dat hij gaat beginnen pompen, terwijl dat helemaal fout is. Ja, klopt. Dus... Oké. Okay. Ja, dus eindstand gereanimeerd. Ook mee mogen pompen en zo. En het is goed gekomen. Maar dat was zo... Je verwacht niet dat de eerste dag of zo gaat zijn, snap je? En... Daarmee. Ik heb nog nooit iemand moeten reanimeren, maar hoe is dat? Hij heeft genoeg. Die gevoel. Veel reanimaties gehad. Die gevoel is. Dus ja. Je beseft dit toch wel ergens dat je eigenlijk een soort van. Een stoppend hart of zo. Ik weet niet, dat moet juist. Ja, inderdaad, een stoppend hart. Ja, of een ritme dat niet goed is. Of een ritme dat verstoord is. Ja, klopt. Terug gericht moet zitten. Ja, inderdaad. Je moet eigenlijk iemand die dood is terug wakker maken. Een soort van. Ja, inderdaad. Het is niet helemaal zo wat ik nu zeg, maar. In de meeste gevallen is dat wel zo. Jij neemt de taak van het hart over. Op 9 op de 10. Je bent het hart dan. Jij bent heel even inderdaad het hart. Ja, inderdaad. Is dat dan niet een bepaalde verantwoordelijkheid op je schouder dat je denkt van het is nu of nooit? Ja, kijk, op het begin... Hij heeft zijn eerste reanimatie meegemaakt. En ik ben al... omdat dat mijn vaste job is een beetje, heb ik meer reanimaties gehad, spijtig genoeg. En de ervaring dat ik... Sorry, meer hoeveel? Allee, ik kan dat niet op mijn vinger stellen. Dat is echt al genoeg. Twee handen. Ik kan dat niet op twee handen. Want je hebt sommige bij die langer dan hem een ambulancier zijn, die hebben er maar misschien 4 gehad in je leven. Dat is echt, ja, dus... Haalig, deze man heeft er al heel veel meegemaakt. Ik heb er al heel veel meegemaakt. Ik kan dat niet op mijn vinger stellen, ook niet op zijn vingers. Is dat mentaal niet zwaar? Die onderwerp hebben we al eens een keer. Maar ik weet ook waarom. Want veel zeggen dat van, zit dat jullie niet zo mentaal? Maar ik denk, eerlijk gezegd, ja, want we zijn moslims uiteraard, dat wij zo de mentaliteit hebben van... We proberen ons best te doen. Ja, we doen ons best, maar uiteindelijk... Maar uiteindelijk, God is de enige genezer. God bepaalt. Als je... Maakt niet uit of je de beste ambulancier hebt. De dokter, beste dokter. Wel, geloof is een heel sterk punt bij ons. Ja, omdat wij het geloof hebben... Je hebt sommige collega's die bijvoorbeeld ongelovig zijn en die aan het reanimeren zijn op een baby die ineens een blackout krijgt van 3-4 maanden. Maar bij ons, wij weten, wij hebben ons best gedaan. We gaan terugkomen op je vraag. Hoe is het gevoel om te reanimeren? We hebben een gevoel van, oké, we gaan die helpen, we proberen die te helpen en wij doen ons best. En wij weten van ons eigen, wij kunnen dat, snap je? Wij zijn geslaagd voor onze examens, wij kunnen dat, wij weten wat wij doen. En die gevoel is van, als je die hebt geholpen en die komt er niet door of die is toch dood, van, ik heb mijn best gedaan, snap je? Maar wij proberen naar dit gevoel te gaan van, oké, wij waren hier
een appreciatie, we hebben die terug levend gemaakt. En dat geeft ons nog een extra gevoel om nog meer te gaan helpen. Ja, snap je? We gaan er altijd 100% voor. Altijd, sowieso. En wat zijn de drie ergste dingen die jullie hebben moeten meemaken? Dus hij had zijn eerste reanimatie. Tijdens zijn stage, dus die had zijn examens. Kunt jij tegen bloed? Ja, ik kan veel tegen bloed. Ja, dat is voor mij. Over bloed gesproken, ik kan het voor op het einde laten. Dat is een mooi onderwerp om af te sluiten, denk ik. Dus mijn ergste. Wat heb ik meegemaakt? Een reanimatie van een baby. Niet per se een baby, maar een kind van ongeveer 6 jaar of zo. En dat is bij mij bijgebleven. Waarom? Omdat die leek op mijn nichtje. Dus de dingen dat je gaan bijblijven, is iets dat terug doet denken aan iemand. Aan je oma, aan je moeder, aan uw zusje, aan uw nichtje. Bij mij was dat iemand die specifiek leek op mijn nichtje. En ik was erop aan pompen en ik zag het gezicht van mijn nichtje erop, snapte? Dus dat is... Maakt dat je niet bang? Dat maakt mij niet bang. Dat heeft mij meer moed gegeven om nog beter te... Dan moet je bij een kind anders reanimeren dan bij een... Ja, bij een volwassene is dat echt met je twee handen of volledige lichaam erop. Er is een camera, hè? Jij wilt me nu goed zien, hè? Oké. Okay. Nu is het niet aan. Nee, niet aan. Niks. Dus... Blijf wakker. Is dat van de Aldi of wat, die camera? Lidl. Oh. Hey, Sony-dinges. Even om tussenin te praten. We zijn bezig. We zijn aan het praten over een podcast. Maar deze podcast wordt natuurlijk... ook een deel gesponsord, mede mogelijk gemaakt. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Collection Privé Fragrance. Ik ga hun Instagram en Snapchat in de beschrijving zetten. Jullie mogen dat open. Mag ik raken, broer? Doe maar open. Nee, geef die andere. Dat is Crystal Bakker, dat is mijn favoriet. Ja? Baccarat Rouge, kun je dat kent? Ik ben heel... nee. Kritiek? Ik ben heel kritisch op parfum. Ik ben benieuwd. Oh my god! Raak aan, broer. Zo, blijft hij lang? Ja, die blijft meer dan een week lang. Het is op olie. Dus die parfums zijn eigenlijk op oliebasis. Die blijven langer dan een week op textiel. Het is abnormaal. Dat gaan we niet doen. Nee. Broer, dat is beter dan Montal, broer. Oké, gun. Wordt toch gepromoot. Maar zoals jullie zien, dat wordt verpakt in een mooie... Dat is echt een Marokkaan, deze. Wat? Deze Marokkaan, altijd een Marokkaan. Wat? Ah, voilà. Nee, maar dus, het wordt mede mogelijk gemaakt door Fragrances Antwerpen. Ja, ik zou hun Instagram en Snapchat zeker checken. Ze hebben heel goedkope... wat denk je dat zoiets kost? Doe dat eens open. Je mag dat open doen. Ja? Ja, langs de zijkant. Dat is graaf, want het ziet er premium uit, want dat magneetje en zo, dat is zo waar ze hoor. Dat is eerlijk gezegd. Ik ben benieuwd, als jij deze opdoet, hoeveel dat je denkt dat gaat kosten. Als je dit ziet. Ik denk... 90? Nee, 150 schat ik ongeveer. En jij schat? 90, maar 100. Laten we zeggen dat ik de 100 laat. Want het is magnetisch. Die parfums beginnen vanaf 25 euro. Ah, wat zeg jij? Ja. Met echte olie en zo? Ja, met echte olie. Dat is wel graaf, man. Ja. Waar zijn die gelegen? Die komen tot bij u met een hele kofferbak vol met parfum. Dus je kunt kiezen en zo. Een kast eigenlijk in uw kofferbak verwerkt. Zit een kast, heel graaf. En ze komen tot bij uw adres. Wat? Die zomaar een praten, dat is wel geld, hè? Het is niet wat hij 25 euro is en je 25 euro moet praten. Het is goed geweest. Ruikt goed, ik ga niet liegen. Ruikt echt goed. Nee, maar vanaf 25 euro komen ze tot aan uw huis. Tot aan je voordeur, waar je ook bent. En je mag alle testers spuiten die je wilt, om te kijken welke dat je wilt. Dat is wel graaf, dan kun je pakken wat je wilt en je betaalt enkel wat je gepakt hebt. Dat is eigenlijk een grave service. Ja, inderdaad. Een grave service wordt aangeboden door Fragrance Antwerpen. Ik ga even kijken of dat ik hun snap hier kan droppen. Maison de Fragrance. Ik ben heel slecht met namen. MF Perfume 015. Wat zijn we aan het doen? Niks. Zegt het niet, hè? Nee, ik dacht dat er nooit stond op de achterkant. Ik ben ook van Marokkaanse afkomst, dus dat is waar. Ik heb drie ogen. Kijk, ik noem dat niet stelen, ik noem dat langdurig lenen. Juist. Oké, ja.
Dus zoals jullie zien, MF Perfume 015, Maison de Fragrance. Ik ga je volgen op Snapchat. En bestel jullie geurtjes, zou ik zeggen. Ja, super lekkere geurtjes. Van mij. En die raakt lekker of niet? Want ik die zelf Dat is een andere ding. Wat is dat? Dat is Theatro. Theatro. Hoe moet je dat uitspreken? Theatro. Ja, dat is in het Frans. Ik ga mijn andere pas gebruiken, anders hebben we twee mixen. Doei. Is hier eigenlijk eten? Want ik heb echt honger. Doei, zo broer. Ja, honger. Doei, doei. Heb je echt honger? Oei. Dat was net dit van, ja. Oei, lekker. Maar deze parfum, maar je hebt aan de kant. Deze is echt... Oei, joh. Ja, man. Het is van mij, broer. Laat dat hier. Oké. Dus zoals jullie weten... Geef dat hier aan, broer. Doe rustig, gast. Doen wij elke aflevering... lekker eten van... van ons karamelletje. Van ons karamelletje. Karamelletje. Oh my god. Dat is beter dan Alforno. Sorry, Alforno. Die mag geknipt worden. Knip dat je. Oei. Alforno, halal. Ja. Oh. Oh my god. Hey, je bent al bijna klaar. Jij. Oh, jullie zijn echt mokroos, hè? Bismillah. Ambulance, heb ik een pauze, broer. Wij weten dat ze snel moeten eten. Omdat we eten snel. De volgende oproep is om de hoek. Omdat is echt lekker. Zatko. Jullie werken vandaag niet? Nee. We hebben ook onze vrije dagen. Hè. Wij werken niet 24-7. Hè. En hoe lang werken jullie als op een dag? Op een dag? Je hebt een shift van 12 uur. Oeh. Ja, je hebt een shift van 12 uur. En hoeveel oproepen doet je gemiddeld per dag? Hangt er vanaf welke standplaats. Ja. Hoboken doet gemiddeld... 8 tot 9. Oproepen? Ja, op een rustige. Eerlijk is een rustige dag. 8-9. 8-9 op een rustige. En op een drukke is wel een tikje bijna 12. 8-9 is... Dat is veel. Maar je moet wel weten, we zijn met 10 andere ziekenwagens in Antwerpen. Hè. Als elke ziekenwagen bijna 10 doet of zo. 100 oproepen per dag of zo. Meer nee, zelfs, jongen. Meer. Want wij krijgen onze ritnummer binnen. Ja. Wij krijgen een oproep binnen en dan krijg je een ritnummer van op het einde. En als dat voor het ritnummer 230 is, dan weet je dat je al ondertussen op 230 ritten vanaf 12 zijn. Uur is dat. Na 12 uur gaat dat terug naar 0. Wat drinken? Ik heb een glas aan ons karamelletje. Dankjewel. Dankjewel voor de goede service en voor het goede eten. Ja, man. Dus, we hebben ooit eens... ik had ooit eens gezien dat we al... Nee, dat is goed. Ik had ooit eens aangetikt... Welke deze? Ja, dat mag. Ik had ooit eens aangetikt. Sanusas van karamelletje, die zijn super lekker. Ja, dat is echt goed. Maar dat is altijd zo. Dat is al gewend. Ja, dat is echt lekker. Ja, man. Mama, sorry, die is beter dan nu. Woi, joh, dan nu moet je dingen op zeggen, bro. Oh. Ik ga nog niet meer naar huis. Ik ga bij jou slapen vandaag. Ja, kom bij mij slapen. 2 weken. Dus ik had ooit eens. We waren ooit eens aan 400 ritten aangetikt. Niet wij zelf. Maar over heel Antwerpen, Limburg, dus in totaal 400 ongeveer. Dus er zijn wel redelijk veel mensen die een ziekwagen nodig hebben. Jammer genoeg. 400 ritten? Op een dag. En wat vinden jullie van het feit dat er toch nog heel vaak mensen klagen over het feit dat als ze een ambulance bellen, dat dat nog wel lang duurt? Of lang kan duren? Kijk, we zijn geen jitter, we hebben geen vleugels ofzo, we kunnen niet vliegen. Ik heb het gevoel dat je die opmerking al eens hebt gehad. Ja, omdat zo reageert. Dus, ja, klopt. Dat zijn gelijk. Geen jitter. Ja, bro. Ja, er was eens een patiënt die klaagde van 2 weken backpain. 2 weken. En hij heeft ineens besloten om 4 uur 's nachts de ziekenwagen te bellen. Met alle respect, je mocht de ziekenwagen altijd bellen wanneer jij je slecht voelt en zo. Ja. Maar de opmerking geven van, amai, dat duurde wel lang, en die komt al met zijn valiesje naar buiten, dan durf ik wel een opmerking te geven van, meneer, Belgium Taxi bestaat ook nog. Oké, maak jij nu expres reclame of zo? Nee. Oké, is dat? Dan maak je reclame. Nee, ik ken die gast niet. Ik ken die gast niet. Dat is ineens mooi meegenomen. Hè? Maar, mag je dat meepakken of hè? Ja. Dat is van mij deze, broer. Nee, pak maar een andere. Dus, nee. Racisme zien we ook op de ziekenwagen. Ja, jammer genoeg wel, man. Je wilt ook, maar we hebben nog... Je wilt het al. Ja, ik wel. Ik heb een kopstot gekregen. En een vals gebied tegen mijn hoofd. Ja. En een lap. Echt zo.
Ja, maar we kunnen er een beetje mee lachen. Maar... Ja, we kunnen er nog mee lachen. Maar er zijn veel mensen die bijvoorbeeld neer worden gestoken en zo, collega's. Waarom jammer genoeg. Dat was ook even geleden, man, dat er eentje werd. Ik denk in Wallonië of zo. Ja. Dat is echt jammer, man. Ik snap niet waarom. Wij komen jou helpen, of onze collega's komen jou helpen. En dan uiteindelijk, ik weet niet, er wordt geweld tegen hulpverleners. Gewoon over het algemeen, geweld is niet oké, maar tegen hulpverleners ben je wel laag, man, vind ik persoonlijk. We hebben het nog niet echt direct meegemaakt. Verbaal geweld, meer dan fysiek. Ik heb liever verbaal. Want wij weten beter, snap je? Uiteindelijk, die mensen is misschien geïntoxiceerd of zo. Dus ja, je kunt nog zeggen van oké, gewoon laten doen. Waarom gaan we erop inspelen als je weet van die man is niet die zat of die heeft te veel drugs? Dus oké, snap je? We komen gewoon om te helpen. We komen uiteindelijk om allemaal naar huis te gaan, iedereen te helpen. En dat is ons doel. Wij komen hier geen ruzie maken of zo. En jammer genoeg zien we dat nog veel te veel, man. Zowel de politie als de brandweer en de ziekenwagen. Respect naar alle hulpverleners. Ja, man, respect. We tolereren geen geweld, man. Ja. Ja. Applaus, applaus. Alle hulpverleners. Ja, alle hulpverleners. Alle hulpverleners. En ja, ja, alles. Ja. Zeker. Het is allemaal mooi. Want eerlijk gezegd, zonder hun zijn wij niks. Ja, man. Vind je dat? Ik vind het wel. Als er geen hulpverleners zijn, dan... Ja, als je brand in als je huis in brand is. Brand in huis is, oh joh, komt op bezoek. Mooi, ik ga dat gewoon afmaken als je brand in huis is. Nee, als je huis in brand is, je hebt geen brandblusser of zo, wie gaat je bellen? Had je een tractor van Marokko bellen die komen spoelen of wat? Ik ga geen ambulance bellen. Nee, brandweer. Ah, brand. Nee, maar dat lukt. Er zijn drie huizen in brand en er komt een ziekenwagen langs. Welke huis had hij als eerste blussen? Een ziekenwagen, die is geen dus brand meer. Je zei dat dat gaat lukken. Dat is het ergste van al. Poem, poem, pa! Oké. Dus... Nee, maar... Snapte, zonder in... Buiten jullie... Allee, heb je... ik ga nu op een andere uur komen. Maar hebben jullie ooit al eens... een oproep gehad dat jullie naar... Krijgen jullie eigenlijk tijdens een rit een oproep te zien wie dat is? Wie dat de persoon is? Nee. Altijd onbekend, man. Altijd onbekend. We krijgen wel enkel het adres en wat er aan de hand is. En is dat altijd wat er aan de hand is, wat er staat? Of is dat... Meestal niet, nee. Want we hebben zo ook, ik had ooit zo'n oproep gekregen van... Dat was samen met u, dacht ik. Een vrouw met buikpijn, denk ik. Ja, wij komen daaraan en zij is zwanger. En dat was bijna aan het bevallen. Dus wij weten nooit... En stel je voor dat er een... Hebben jullie ooit... moet zelf moeten bevallen of zo? Nee. Hij bevallen. Iemand zeg maar bevallen. Helpen bevallen. Helpen bevallen. Ja. Ik heb dat wel gezien. Ja, ik heb nog niet, man. Ja, ik heb dat gezien, maar nooit meegedaan. Ja, wel, ik heb 5 baby's op de wereld gebracht. Echt? 5. Van uw eigen of? Nee, niet van mijn eigen jongen. Die zijn ergens in Antwerpen. Ik weet niet waar het gaat trots op zijn. Maar... Je bedoelt, je hebt ze helpen bevrijden. Ja, bevallen, ja. Vallen, ja. Bevrijd, hoor. Het is fijn dat hij vast zit ofzo. Free die baby. Free die baby. Ja, die... Super, je bent baby, je komt eruit en je ziet mij als eerste. Wat ga je doen? Oei, yo. Ik kom er terug in, maar... Ik hoef niet meer. Net. Wat doe ik hier? Oei, yo. Hoeft niet meer, hij draait ineens om. Doe mij er terug in. Doe mij. Oei, yo. Oh, dus je hebt 5 baby's bevallen. Ja. Oké, dat is wel ziek. Ja, dat is een heel mooi gebaar. Maar dus, jij staat daar voor een half naakte vrouw of jouw naakte vrouw? Ja, eerlijk, dat boeit me echt niet. Nee? Kom naar binnen, jij ziet die vrouw met je benen open. Ja, die is klaar om te bevallen eigenlijk. Hè. En... Wat moet jij doen? Jij moet gewoon haar hand vasthouden. Nee, dus de taak van de man. Maar bij sommige vrouwen is het warm melk al halen. Dus dan moet mijn collega die hand vastpakken. En sorry. Ja, sorry. Ik zet de grafische thuis alleen op zondag. Dan nee, op zondag. Okay. Dus ja, dan helpen wij die. En dan zien wij wanneer dat de weeën zijn. Weeën is persdrang. Wanneer dat je echt moet persen. Wanneer het een vrouw aan het roepen is. Ja. Ja. 18 plus. Dat kijk eens 18 plus, heb ik ze weg. Mooi. Dan helpt je die en dan zie je dat dat bijvoorbeeld om de 2 minuten is. En als hij voelt dat hij terug in dwang krijgt, dan zoet je steriele handschoenen aan. Dan moet je die baby zijn hoofd eigenlijk vasthouden. En dan komt die hoofd als eerste eruit. Dus je en dan je hand in die... Ja, eigenlijk wel. Ja, in dus... die dingetjes. Ja, ja.
En dan die baby, ja, die baby komt... Eigenlijk is dat... Dat hangt vanaf of dat de vrouw veel eerst, meewerkt. Eerst één hand en dan twee. Oh, joh, dat is wat nee, er... ik ja? Laat zien hoe dat je het doet. Of mag jij niet zo hard doen? Nee. Oh, joh. Je gaat eerst heel rustig voelen of dat je de hoofdje voelt. Als je de hoofdje al voelt, dan weet je dat je al er bijna uitkomt. Maar je moet echt zo duiken. Ja, erin duiken eigenlijk. Dat is een typische speel. Zo, en dan doe je dat een beetje open, dan heb je de hoofdje vast. En dan komt hij eruit en dan... Moet je hoofd trekken? Een klein beetje. En dan... Maar de vrouw moet ook veel helpen. In combinatie met persen natuurlijk. Hè. En dan zij draait... moet duwen en jij moet trekken. Ik moet trekken en zij moet persen. Oei, trekken. Okay. Duwen en jij moet trekken. Ja, en dan die baby omdraaien, want... Als die pers, is dat toch zo'n beetje dat die duwt of niet? Of wat is dat? Hoe komt dat eigenlijk dat die baby makkelijker eruit komt als zij perst? Als jij kijkt en jij perst. Kijkt, man. Als jij wilt gaan kijken en jij perst niet. Dat is toch niet langs mij? Ja, jezelf. Hey, potnatta, bro. De ene is een baby en de andere is een kijkske. Mooi hem dus. Nu zeg ik, je hebt ook een kijkje. Kijk, als je die vrouw al. Lekker. Ik heb voor minder gevochten. Uitgang is dat? Daar, denk ik. Schouder terug in de kom. Schouder terug in de kom. Maakt weg dan, bro. Waar heb je terug uit de podcast? Oké. En dan help je die en dan heb je die hoofdje vast en dan draait je die baby een beetje om. Want ja. de schouders die zijn horizontaal en die moeten verticaal zijn. Die moeten verticaal zijn en dan kun je die er volledig uithalen. En dan doet je een doekje, een bitje. Oké. En, dat is nice. Heel voilà. Dus ik heb iets bijgeleerd, kustangen. Maar, eigenlijk is dat niet heel moeilijk. Nee? Nee. Hebben jullie daar opleiding voor moeten hebben? Ja. De procedures die we moeten volgen. En er is sowieso ook een arts onderweg. Als je hoort dat het een bevalling is, dan is er een vroedkunde bij, een arts, een verpleegkundige, die ons er ook bij helpen. Hè. Ja. En 9 op de 10 zijn die er eerst, maar als wij er zijn, moeten wij die bevalling doen. Ja. Okay. En je moet er nooit achter toestemming vragen of zo? Als we daar echt als eerste zijn, dan proberen wij een vroedkunde te bellen naar het ziekenhuis en dan dat die ons een beetje informatie geeft terwijl dat die onderweg zijn. Dus aan de lijn? Ja. Op luidspreker. Dat is echt een zieke communicatie. Dus als in de films? Ja, inderdaad. Alles wat wij in de films zien, maken wij in het echt mee. Maar uiteindelijk, eerst gaan we zo vragen stellen. Dus dan zo de Malina-score. Ja, ik ga daar niet te diep op gaan, anders zijn we bezig, man. En dan stelde jij vragen aan die dame. Is dat de vrouw in kwestie? En is dat de eerste kind, et cetera? En dan gaat hij een score behalen. En dan een bepaalde score kun je nog zeggen van oké, we hebben nog tijd. We kunnen nog zo snel mogelijk naar het ziekenhuis rijden. En die gaat daar de bevalling doen, wat eigenlijk het beste is. Snap je? Dat is een... Daar is ineens de beste zorg. Je hebt de beste zorg en de mensen die doen dat zo vaak, snap je? Dat is ook een propere plek, et cetera. Ik denk dat niemand wordt bevallen in de ziekenwagen, maar ja, als het moet, dan moet het, snap je? En dan, als dat niet zo is, dan moeten we het daar doen en dan komt alle hulp naar daar. En dan proberen we ons best te doen om alles zo vlotjes en goed mogelijk te doen gebeuren. Even om van onderwerp helemaal te switchen, achtbaan. Ik heb nog een vraag over Point of View Fest. Weet je of jij dat kent? Ja. Ja. Je hebt ooit iets gedaan daarom? Ja. Zou jij eens willen uitleggen wat dat platform juist is en wat dat die doen en wat dat jij daarin deed? Die volledige platform ken ik niet volledig, maar ik weet wel dat die content creators, TikTokkers, influencers, zangers een kans geven om te laten zien wie dat die zijn, wat die doen en ook een beetje informatie te geven hoe dat die dat kunnen worden. Wij zijn uitgenodigd, wij twee, omdat wij TikToks maken en wij hadden de content TikTok creator. Hoe maak jij TikToks, hoe behaalt jij je views, hoe behaalt jij je likes? Hoe moet je omgaan met andere fans, zo gezegd. Dus we hebben eigenlijk een beetje uitgelegd hoe dat wij zijn begonnen. Ja. Eigenlijk zoals nu hier, maar niet zo gedetailleerd. Hoe dat wij zijn begonnen... Met onze doelen zijn. Waarom wil je alleen? Je bent er niet gewoon dat ik serieus praat. Mensen, ik ken Ayub al lang. En je hebt mij nog nooit horen zo horen praten. Nee, nooit. Hij was een... Ja. Mooi. Mooi. Nee. Dus we hebben een beetje uitgelegd. Hoe heb jij dat ervaren die dag? Het was leuk. Het was wel iets nieuw. Want hij is iemand die niet op sociale media zit. Ja, en ik heb die echt... Ik heb die zo van zijn schouder gepakt. Kom mee. En ik heb die gezegd, kom mee. Ja, mee. Dus hoe heb jij dat ervaren eigenlijk?
Dat was wel iets nieuws, man. Dat is alsof ik zo'n PowerPoint moest geven voor de klas. Ja, inderdaad. Want er waren wel veel mensen aanwezig. Er waren echt veel mensen aanwezig. Dan... Maar ja, we zijn onszelf gebleven. We hebben een beetje uitleg gegeven wat onze doelen zijn. En ik wou er eigenlijk nog op terugkomen, want juist waar jij erover bezig van dat jij trots bent op ons, van met wat wij doen in verband met TikTok. Maar ik wou er nog eigenlijk bij toevoegen dat wij zo... We zien echt wel dat we veel bereik hebben en behalen. Van verschillende doelgroepen, verschillende leeftijden. Ook in Nederland hebben we ook heel veel mensen die ons volgen. En niet alleen Antwerpen, maar Wokeren, Leuven, Mechelen. Klopt. En die andere. En we zien dat we echt groeien en wij willen echt wel de educatieve richting ingaan. Bijvoorbeeld, weet je wat een AED is of niet? Ja. Weet je hoe je die moet plakken? Zeg nee, man. Laat hem eerst weg. Weet je hoe je die moet plakken op een lichaam of niet? Ja, ik heb wel EHBO gedaan. Ik heb de video gezien, dus ja. Ja, okay. Klopt. Maar ja, anders had ik dat niet geweten. Maar 9 op de 10 zo'n ding is. Ja, klopt. Dan had ik dat inderdaad gewoon nee gezegd. Maar ik heb de toestel zelf gebruikt, plus gehoord ook. Wat die, klopt, dat ja, inderdaad. Wat je aan het zeggen is, je legt dat echt letterlijk uit. Ja. Dus in principe heb je die video wel nodig, maar aan de andere kant, als jij de cursus hebt gehad, jij weet. Want we hebben dat. Ik heb die cursus 2 keer gehad. 1 keer heb ik daar zelf voor gekozen om dat te doen. En dat was een optie op school dat je kon kiezen om dat te gaan doen. Maar dat was extern. Dat werd toen door ook zo'n ambulanciersteam werd dat toen georganiseerd. Plus je had nog een brandweeropleiding dat we ook hebben gedaan. En we hebben toen in het lagere school, maar dat is lang geleden, heb ik ook zo'n soort van EHBO ding gehad hier in Borgerhout. In Zomerfabriek. Ah ja. Daar hebben we ook ooit vroeger iets gehad. We moesten zo fietsen, dingen doen en die tenen is geweest wel met school. En dat was daar. En daar ging je toen vroeger alle scholen naartoe. En je had ook naast de Rivierenhof had je ergens zo'n fietsparcours dingen voor kinderen. Die dus karting dingen daar, precies. Dus daar en dan een EHBO-cursus, brandweercursus. Zo'n bus van de lijn die er altijd stond. Met die glas, ja, met die rook in de dingen. Met die rook erin, nu begrijp je. Ja, ik begrijp. Dat is die hele dingetje. Ja. En dan moest je ook die EHBO, dat je kon dat doen, maar dat moest niet. Dus je kon kiezen. En ik had toen voor EHBO gekozen en ik vond dat echt leuk. Dat is een goede keuze. Alleen bij mij het enigste probleem is, ik heb heel veel moeite met bloed. Maar, ik moet je wel zeggen, ik heb ooit, want ik zit in de bouw, en je weet hoe gevaarlijk dat de bouw is. Waarschijnlijk heb je ook heel veel gevallen gehad. Veel te gevaarlijk. Ja, werf, dat er sommige dingen gebeuren in de bouw en dat er dingen gebeuren. En ik heb dat een keer meegemaakt op een werf. Dat er iemand zijn kuttermes, die had hij net vervangen. En als je een kuttermes vervangt, moet je altijd eerst even snijden en ergens snijden. Want die is te scherp op dat moment. Er zit olie op, die is te scherp. Als je die gewoon een klein beetje tikt op je vinger, zet je je vinger al open. Zo scherp zijn die. Dus ik zeg altijd, klop dat op hout, dat die een beetje botter wordt. En dan is het gemakkelijker om mee te werken. Maar die gast die wist dat niet. Dat was een nieuwe. Dus hij doet dat, tuk, hij stikt dat erin. Hij doet zijn kuttermes dicht. Hij doet die open en hij snijdt. En hij snijdt zijn vinger door. Maar gelukkig, jij weet waar ik werk. Dat is overkant van het ziekenhuis. Dus voor mij was dat al een geluk dat ik heel snel heb kunnen. Ik moest heel snel schakelen. Dus hij had iets geraakt. Ik weet niet wat. Hij had iets geraakt. Ik denk, want dat was op zijn duim. Hij had iets geraakt. En zijn bloed spatte, meters ver. Er kwam vol een bak bloed uit. Dus op dat moment, ik was de enigste rondom hem. Dus een goede ader geraakt. Nee, hier, ik denk het wel. Een slagader of een ader, ik weet niet. In ieder geval, op dat moment moest ik zo doen. Want ik ben heel gevoelig bloed. Op vlak van bloed en zo. Je hebt mij die foto er net laten zien. Ik kan daar niet naar kijken. Jij werd al misselijk. Ik werd al misselijk. Ik kan ook bijvoorbeeld geen series of films kijken waar te veel bloed in zit. Maar bloed bedoel ik niet zo bloed op je gezicht en zo. Bloed is zo spatten. Zo bloed, dat er iets open is en je ziet dat. Oh, ik kan zelfs niet naar mijn eigen kijken. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb daar echt zo'n schrik van. Ook als mijn vader bijvoorbeeld zo'n dokter... series aanzet waar hij in hun hersenen bezig zijn, broerspoel door. Ik moet dat niet zien, ik kan daar niet naar kijken. Dus zo die bommel. Jij bent niet de enige, er zijn veel mensen die er niet tegen kunnen. Ah, wel, maar op dat moment moest ik switchen. Dus ik switch van die van, ik moest een klik maken. Want ga ik nu echt pussy doen en de gast laten creperen van de pijn? No. Of ga ik man genoeg zijn en even ballen dragen en de gast even helpen? Dus ik moest dat doen. Dus ik heb voor optie 2 gekozen. Ik ben naar daar gegaan, ik heb de gast geholpen. Ik heb direct een ding gepakt om zijn dingen eigenlijk te stelpen. Ja, te stelpen, zijn bloed te stelpen. Dan heb ik verband gepakt.
verband eraf, verband gepakt, eerst isobetadine, verband gepakt, echt heel simpel. Ja, het is goed gewerkt. Ja. Goed gereageerd, man. Ontsmet, dingen erover, zo verpakt. We zijn zo naar het ziekenhuis gegaan, ze zagen dat, dat moest direct genaaid worden. Er werd gestitcht, genaaid, dicht gedaan, volledig. Hij moest die week zo lang met dingen lopen, dan mocht deze eraf en dat was enkel deze. Bro, dat was even op mijn tanden buiten. Bro, en heel die dingen zat daar vol met bloed, overal, man. Mijn werkplek, overal waar ik werk, mijn kantoor, alles was vol nat met bloed. Bro, zoals ik het dan niet gekast. Voor mij bloed is nu water eigenlijk, alleen voor ons. Ja. Ik kan daar dus niet... Ah, nee, man. Vies. Dat is echt vies. Ik heb ook een keer in Marokko jetski met iemand meegemaakt. Dat was een mokro en het was zo'n Hollandse vrouw, meisje. En die was aan het rijden op de jetski en er was iemand anders op de jetski en hij had haar afgesneden. En hij snijdt haar af en je kent de jetski motor zoals je achterkant. En haar been zat er, is in die motor gegaan. Dus haar been was er letterlijk af. Letterlijk eraf. Dus die been zat er zo op. En ik was aan het kijken van de verte. En ik zeg dat. Je ziet ineens een hele plas bloed. Broer, op dat moment, hè, ik ga je heel eerlijk tijd zeggen. Weet je wat ik heb gedaan? Dat was ook 5-6 jaar geleden. Weet je wat ik heb gedaan? Je bent weggereden. Ik kon niet. Ik heb wel iemand geroepen. Ja, je hebt tenminste iets gedaan. Dus. Ja, ik kon niet. Ik kon niet, bro. Je ziet een been die is aan het hangen met slingers. Bro, echt waar. Op dat moment dacht ik van nee, man. Klopt. Maar voor jullie, hebben jullie ooit eens een keer iemand meegemaakt? Allee, hebben jullie ooit eens meegemaakt dat iemand... Dat jullie een oproep hadden dat jullie iemand moesten helpen die jullie kenden? Want jullie doen dat wel in de buurt, maar hebben jullie ooit zo'n... Heb jij iemand geholpen die jij kent? Ja. Mijn schoolgenoot, klopt. Van het lager. Vroeger die was in een psychose of zo. Ik wil daar ook niet te diep in gaan. Nu was in een psychose. En, wat is een psychose? Is, dat kan door drugs zijn, dat kan door alles zijn, maar dat ben je eigen niet. Je ziet dingen die er niet zijn, zeg maar. Je bent mentaal niet meer jezelf. Er is een storing in jouw hersenen. Ja, diffo. Laten we zeggen dat jij ineens een diffo bent. Ja. Distributie erin. Remblokken, ligt niks voor. Wat heeft dat ermee te maken, man? Dat hij ineens een distributie erin is of zo. Oké, dat is afgesproken. Mooi. Ja, oké. Dus... Je bent gewoon jezelf, niet, laten we het zo zeggen. En die was heel agressief, geagiteerd. En de politie was erbij en al. Maar eerst was mijn collega binnengekomen, maar die wou echt niet meewerken. Die deed echt moeilijk en zo. En als dat gebeurt, moet de politie inspringen. En dan, ik ga heel eerlijk zijn, ik heb liever dat wij dat oplossen. En hem rustig meepakken dan dat hij geboeid mee moet gaan. En zo. Ik vind dat ook jammer voor die persoon zelf, snap je? Die kan er niks aan doen, die is in een psychose. Maar die had mij gezien en die had mij herkend en die is zo ineens uit die psychose gestapt. En dat was wel... Omdat ik die gewoon kende, maar dat was echt vroeger, man. Ik denk, eerste leerjaar of zo. En ik herkende hem en ik zei zijn naam. En hij herkende mij ook ineens. Niet direct, maar hij herkende mij ook ineens. Daarom zijn ze zo heel rustig geworden en zo een beetje uit de psychose geraakt. Ja. En dat was mijn ervaring. Maar hij had wel echt een goeie, hè. Heb ja, je iemand moeten helpen die herkende? Ja. Wie en wanneer en wat was dat? Dus 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts, denk ik. We krijgen een oproep. Je knelde in de auto. Waar? En je knelde in de auto, dus dat betekent dat iemand... Dat was in Kiel, dacht ik. Dat was in Kiel. Welke straat is dat, die dingen van naast die zwembad? Ik weet niet, man. Sporthal van Kiel. Ja, klopt. We krijgen een oproep, ja, auto is gevlogen in een geparkeerde vrachtwagen. Trouwens. En meestal als we zo'n oproep krijgen, dan zijn we echt op onze hoede. Dan zetten we alles in wat we kunnen. Dus we vertrekken naar daar en... Ik zie ineens een heel bekende gezicht. En die bekende gezicht kennen jullie, denk ik. Dat is een professionele keeper. Van, hoe noemt hij? Van KV Mechelen. Ja, Ryan. Ryan Falsche. Ja, ik zag zijn gezicht. Ik zag zijn tranen in zijn ogen. Dat was echt... En die zei tegen mij, Ayub, help mij. En ik heb natuurlijk, zoals elke persoon dat ik voor mij heb, ik heb direct de beste zorgen toegediend. Ik heb direct zijn hand ontsmet. Ik heb direct zijn hand bedekt. Want het is het belangrijkste voor je iemand verder gaat helpen. Direct ontsmetten, direct afdichten. En dat was wel grellig om te zien dat ik die kende. En ik heb echt mijn volledige hart aan hem gegeven. En ik heb ook niet enkel fysieke hulp toegediend. Ik heb ook mentale hulp toegediend. Ik heb ook gezegd van deze kijk, kon erger. Als je die auto hebt gezien, als die auto voor je was, ging je zeggen hoe zijn die eruit gekomen. Snap je? Heb je daar foto's van? Ik heb er een foto van, maar ik hou dat liever privé. Okay. Misschien op nieuws als jullie dat vinden, op nieuws kunnen jullie dat zien, maar ik wil zelf niks laten zien. Maar ik heb ook mentale hulp toegediend. Ik heb gezegd van deze kon erger. God was bij hem. Dus
Ik ben wel blij, ik ben wel blij dat hij op twee voeten stond. Ja. Gaat hij nodig om... Ja, we hebben die ineens naar het beste ziekenhuis gebracht. We zijn heel snel te werk gegaan. USA is meestal een ziekenhuis voor de meest ernstige ongevallen. Die heeft die direct geholpen, die is direct naar de operatiekamer gegaan. Die duim lag er helemaal uit. En ik dacht van, deze hand is niet meer te redden. Een week erna heb ik die teruggebeld en heeft hij mij foto's gestuurd. Of twee weken daarna heeft hij mij foto's gestuurd van zijn hand. Ik was echt verschoten hoe dat USA te werk is gegaan. Dus, ja. Dat is echt mooi. En hij is je dan dankbaar waarschijnlijk. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik hoop dat ook. Ja, ja, nee, ja. We hebben gesproken, want hij is ook echt wel nodig van de podcast. Ah, oké. Okay. En hij is jullie wel denkbaar. Ja. Toen ik zei, ja, ik heb ook opnames met Paramedic Twins. Ja, dat zou nog mooi, dat is raar om te zeggen, maar dat zou nog mooier zijn als Sammy erbij was. Ja, want ik kende ook een beetje, maar ik was met een andere collega. Dus het vertrouwen was puur allemaal naar mij. Ja. Was hij alleen? Die was nog met een vriend. En die heeft niet? Dat was een scheurs op zijn lip of zo. Meestal zijn dat de... Ja, dat is altijd zo. Ja. Als je chauffeur bent, heb je het minste, zeggen ze. En de passagier heeft eerst ernstige. En hij was toevallig de passagier die dag. Ik vond dat heel jammer. En ik dacht echt dat zijn carrière naar de vaantjes was. Maar uiteindelijk, USA heeft hij goed gezet. Over een paar maanden, 6-7 maanden ongeveer, recupereren. Kan hij terug gaan keeperen zoals vroeger. Trouwens, een topkeeper. Ja, een topkeeper. Ryan, only love. Love. Ja, ja! Die gaan weer uit! Jongens. Die wil jou niet zien, die camera. Ja. Ik zal ook niet van de knapste. Het gaat om wat er aan binnen speelt. Ja. Sorry. Maar dat was ook een mooie afsluiter, denk ik, voor deze aflevering. Ik denk dat we het hier ook gaan laten. Ik denk dat de mensen jullie wel kennen, weten wie dat jullie zijn, weten van waar jullie komen. Huh? Okay. Mooi, zo'n handshake. Dat is handicap-handshake. Dus ik denk dat de mensen jullie beter hebben leren kennen. Wij willen jullie sowieso allemaal bedanken voor hier aanwezig te zijn. Nee, wij bedanken jou om ons uit te nodigen. Het is een eer. Voor aanwezig te zijn en buiten dat jullie aanwezig zijn, ook wil ik jullie bedanken voor het feit dat jullie ambulanciers zijn, dat jullie jongeren motiveren, steunen, helpen, groeien. Trouwens, wanneer dat deze podcast online is, dan is die waarschijnlijk al uitgereikt. Maar ik wens heel veel succes met uw award voor beste Borgerhoutenaar. Reuskens. Ja. Jeetje. Ik ben heel trots op jou. Dank je wel. Ik ook op jou, echt waar. Ja, man. Ik heb het echt goed. Knallen, 2023 is van ons. Ja, is van ons. Alles kan kapot. Behalve ik! Box. Ja, man. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze top aflevering vonden. Maak ik mijn snoep terug. Huh? Ik hoop dat jullie deze top aflevering vonden. Als jullie deze video leuk vonden, laat dan een like. Ik ben afgeleid door deze twee Marokkanen. Laat een like achter. Share this video. En abonneer. Jeetje. Abonneer. Dus bedankt nog eens voor het kijken. En we zijn out. You.